Wie van jullie heeft zin in het buitenseizoen? Ik. Ik doe helaas geen wedstrijden meer. Maar ik was wel altijd mijn favoriete periode van het jaar als het wissel. Dus leuk dat jullie er allemaal zo ontzettend veel zin in hebben. Hartstikke belangrijk. Als je heel veel jaren atletiek in wil doen en dat je echt wedstrijden wil doen, dat je atletiek hartstikke leuk vindt. En als het daarvoor nodig is om niet te gaan als het regent, of om ook een keer wat anders leuks te doen in het weekend, dan is dat echt prima. Achterhoofd houden dat alles mogelijk is. Want ik ben pas op atletiek gegaan toen ik tweedejaars D was. Wie van jullie zien nu tweedejaars D? Ja, zijn er ook nog eerstejaars D's? Kijk, jullie hebben nu al een voorsprong. Nou, dit is het filmpje van de Europese kampioenschap in Göteborg, waar die twee foto's dus ook van zijn die hier hangen. Uitkant, in het blauw, Barbe. Barbe gaat uitstekend, maar vooral Hoekstoel. Hoekstoel doet het uitstekend, blijft goed meegaan, Barbe pakt de winst. En een verrassend sterke tweede plaats voor Karin Hoekstoel. Dit haar persoonlijk record is 1,85. En altijd heeft ze hoogte. Er zit wellicht meer in. Uiteindelijk sluit ze de dag als vijfde af. Begon de dag vandaag goed. Met deze sprong overbrugt ze 6,51 meter. En dan die prachtige ontknoping van de zevenkant bij de vrouwen. Of denk je, oh, zenuwachtig. Ik wil het wel heel goed doen. Misschien lukt dat wel niet. Die mogen daar aan die kant gaan staan. Gaat je wedstrijd beter omdat je denkt van, kom maar op, ik ga het laten zien. Ja, weet je wel? En jullie, gaat je wedstrijd beter omdat je niks zit? Aan de training van vandaag, maar ik zag echt wel bij een paar dat ik echt
aan het einde sprong zag, dat ik denk van nou, ik heb jullie normaal nooit zien springen, maar die heeft zeker wat opgepikt. Ik zie gewoon dat er wat van dat vliegen in zit. Ik zie zelfs soms een beetje, ik heb zelfs een paar verbaasde gezichten gezien van oh, kan dit ook? Is dit verspringen? Dus dat is super mooi. En ik hoop vooral dat jullie tijdens het seizoen, als jullie trainers die iedere week voor jullie op de baan staan, een aanwijzing geven, dat jullie dan extra nadenken van oh ja, waarom zeg ik dat eigenlijk? Oh ja, als ik dat doe, dan gaat het gewoon ook echt een beetje extra goed. Dan voelt het een beetje extra goed. Dan kan ik een beetje extra vliegen of dan kan ik een beetje extra stuiterballetje zijn. Bedankt voor de training. En dan wordt het nog bij. Wat een mooie. Ställning som sån i och med den här EM-segern. Precis. Kronprinsessan Victoria, assisterad av Margot Wallström, har hängt bronsmedaljen runt Lili Schwarzkopf huvud. Och Rückstuhl ifrån Holland vinner sin första stora internationella medalj, i alla fall i ett utomhusmästerskap. Båda de andra medaljörerna är färska i de här sammanhangen att få ställa sig på prispallar i stora mästerskap. Men inte den tredje. Nu ska jag vara alldeles tyst så får ni höra själva.